En sprak teksten van Grieks, tekst 20c.9p. Odysseus. Je weet natuurlijk de situatie. Odysseus heeft een enorm gevecht gevoerd, geleverd met die Iros, die grote bedelaar. De favoriet van de vrijers natuurlijk. En iedereen wedde op Iros, maar wie won er natuurlijk? Odysseus, de nieuwe bedelaar, de new kid in town, om het zo maar eens even te zeggen. En Penelope, die denkt van, hé, dat is interessant, Iros vond het zo verschrikkelijk. En deze nieuwe man, oké, misschien wel een interessante figuur om eens even mee te praten. Dus ze nodigt hem uit om bij haar te gaan zitten. Komt-ie, he Penelopeia, homoia Artemidi en Gruze Aphrodite. Afrodite, Jood is beschikt onder natuurlijk. Eka teto parator puri. Penelope, gelijkend op Artemis of de gouden Afrodite, zat bij het vuur. Nou, in Homerisch taalgebruik natuurlijk. Penelope, gelijkend op Artemis. Dat heeft natuurlijk dat te maken met de kuisheid. Dat zij heel erg trouw is natuurlijk aan haar verdwenen echtgenoot Odysseus. Want Artemis is natuurlijk een trouwe godin, een kuise godin. Heeft niks met liefde of seks te maken. Nee, zij is trouw en loyaal. Afrodite natuurlijk niet, maar die is dan weer heel erg mooi. En dat is Penelope ook. Dus of op Artemis lijkt ze, of op de gouden Afrodite. Kuisheid en schoonheid, dat is wat er aan de hand is. En ze zat bij het vuur, parator puri, para, met een, ze voorzet ze met een datief en dat betekent gewoon bij. Ereto, de ton Odyssea. Ereto is een beetje gemeen, want het komt van erotao, dat zie je ook hier staan. Erotao betekent vragen en de aoristus van erotao is eromen. Dat is een mediumvorm en dat is natuurlijk typisch, want het hoort bij een actieve presensstam. Ereto is een aoristus derde enkelvoud medium. Zij vroeg aan Odysseus, ton Odyssea is een accusatief. En Odysseus vraagt dus zelf niks, nee, zij vroeg het aan Odysseus. Vreemdeling, Xene, tis ij, wie ben jij? Pot en Afiku. Afiku, een gemene van Afikneomai. En dat is omdat natuurlijk die kappa er wel staat, die nu daar helemaal weggevallen is. Het is een verandering van stam, dus een thematische auristus. En die oe-uitgang is voor de tweede enkelvoud medium. Waar vandaan ben jij gekomen? Afikneomai betekent natuurlijk aankomen of bereiken. Poe, soi, hepodis, e, hoikonijs, ijzin. Dat woordje e. Dat is natuurlijk belangrijk, dat zie je hier ook. Of het verbindt twee dingen hier, polis en gonijs. Waar zijn voor jou je stad of jouw ouders? Odysseus, gewoontegetrouw, listig als het is. Uta arete legai, spreekt niet de ware dingen. De waarheid kun je ook wel vertellen. Ta alete is een actief meervoud onzijdig van aletes, van het rijtje van pseudes. En alete is een actief meervoud onzijdig, net zoals pseudes, dat ook is die e aan het eind. Dat is natuurlijk de samentrekking van e en a samen. Die a is natuurlijk voor het onzijdig meervoud. Dat weten we allemaal keurig, dat hebben de rijtjes geleerd. Hij zegt niet de ware dingen. Alla pseudetai, maar hij liegt. Hij heeft dat weer een leugenverhaal. O Basileia, o koningin. Meme erota. Tau moet ik toegevoegd worden. Erota van erotao, vragen. En hier is het alleen maar de stam. Dus een imperatieve presens enkelvoud. Vraag mij niet. Het woordje me geeft ook al aan van hé, gebiedende wijs. Vraag mij niet naar Torgenos, naar mijn afkomst. En ook niet naar mijn vaderland. Torgenos van het rijtje Tor Ethnos. Activus enkelvoud onzijdig. En ten patrida van het rijtje van Soter. Een vrouwelijk woord. En waarom moet ze dat niet vragen? Hegar mneme, want de herinnering, mneme heeft alles te maken met memo, memory, herinnering, de herinnering aan, en dat gaat met een genitief, aan mijn afkomst, to genus, van het eindje van etnos, to etnos, to etnus, genitief is enkelvoud, dus to genus, genitief is enkelvoud, de herinnering aan mijn afkomst en aan mijn vaderland, malame lupij, lupij, der enkelvoud. Nee, is dat onderwerp daarbij. Doet mij erg veel pijn. Mala, bij woorden bepaling. Ik, ectes aureas cretes herco. Ik kom vanuit het brede Creta. Aureas van Aurus is breed. Aurea is de vrouwelijke vorm ervan. En Aureas is dan geen typisch enkelvoud. Ik kom van het brede Creta. Waar vele etne. Kai
Enene conta polis eizin. Eizin zij zijn, waar vele volkeren zijn. Esne, verrassend genoeg van het rijtje van etnos. Nominatief is meer wat onzijdig, waar veel volkeren zijn. En 90 steden. En tauta to es door posei, su en etiogon. En etiogon van en tungano, staat er ook onder. Ontmoeten, ga met een datief. En die datief die staat hier. Ik kwam in aanraking met uw edele echtgenoot, door es de posei. Posei van posis, echtgenoot, van het rijtje van polis. Polei, posis, posei, datief is enkelvoud. Mannelijk in dit geval. Dus daar ontmoet ik uw edele echtgenoot. Su is natuurlijk van u, uw edele echtgenoot. Voordat, prin, gaan we naar ACI. Dit is de A, de accentief. En oigestra is dan de infinitief. Voordat hij ging met vele schepen naar Troje. Es Ilion. Oigestra is de infinitief presens medium. Auton, subjects accentief. En nou zien van nou zelf ook een apart rijtje moest je leren. Datief is meervoud. Hotte is een vroeg woord. Toen Penelope die dingen hoorde, of had gehoord, ecousen, Aoristus met een afgesloten aspect, had gehoord die dingen over haar echtgenoot, tadacre erij, stroomden haar tranen erij, van reo, in stromen erij is een imperfectum derde enkelvoud, omdat tadacrua ontijdig meervoud is, als onderwerp dat mag. Dus toen ze die dingen had gehoord over haar echtgenoot, toen stroomde haar tranen. Zo'n begrijpelijke 20 jaar is er geen teken van haar echtgenoot. En dan komt die bedelaar eraan en zegt van, ik ken uw echtgenoot, ik heb hem net gezien. En ik heb hem ook ontmoet voordat hij naar Troje ging. En dan gaat ze natuurlijk huilen. En dan krijg je weer een mooie Homerische vergelijking met die sneeuw. Natuurlijk een teken van puurheid in, net zoals Penelope puur is. Eigenlijk ietsje puurder dan Odysseus zelf, die heeft gedaan met Kirke en al die andere Calypso. Nee, Penelope is puur en trouw. Zij wordt ook vergeleken met, of in ieder geval indirect vergeleken met die sneeuwen. Haar tranen stroomden, zoals de sneeuw. Dat Erketai smelt en Tors Orizin in de bergen. Want zij huilde om de echtgenoot van haarzelf. Haar. En die echtgenoot, dat weten wij, was Encrus Ecateto, die dicht bij haar zat. Een soort knipoog naar de lezer. Die ziet dat. En Odysseus, die ziet het ook. Ach, Eliaire ten Gunaica. Odysseus, Eliaire imperfectum, duratief aspect. Het duurt een tijdje. Had een tijd lang medelijden met zijn vrouw ten Gunaica. Dolor de Tadacrua, Heautu Ecrupsen. Die komma, die hoort natuurlijk helemaal niet. Met een list, Ecrupsen. Verborg hij de tranen van hemzelf, verborg hij zijn eigen tranen. O Gunai Sofroon, o verstandige vrouw, vocatief is enkelvoud, vrouwelijk, ook Sofroon, hè? Bo, vocatief, dat hoort bij het Gunai. Pau Saiton, Dacron, Pau Saiton komt van Pauomai, mediumvorm, zit een S in, dat zie je daar, en A ook, dus Aoristus, mediumvorm, je kan alleen maar een imperatief en enkelvoud zijn. Dus als luzai, als dat een dubbelvorming, of een infinitief, aoristisch actief, of een imperatief, medium, enkelvoud. Houd op met uw tranen. Je tranen zijn een genitief, aanvulling bij pausai. Oh. Want ik, ego, peritunos tu su posios ercusa. Want ik heb gehoord over de terugkeer van uw echtgenoot, die uw posis, daar heb je de genitief enkelvoud. En zo denk ik aan uw echtgenoot, genitief enkelvoud, vrouwelijk, want het gaat natuurlijk over Penelope. Het rijmt wel, maar het congrueert eigenlijk niet, want posios is genitief enkelvoud, mannelijk. En wat weet u over de echtgenoot? Pantastus hetairus. Actief is meervoud, kaitasas tasnaus. Acties meer van het vrouwelijk. Ab Olezen van Apollumi. Verliezen. Hij heeft verloren. Al zijn makkers en al zijn schepen. En zelf, bij autos, en autos in de nominatief, congrueert altijd met het onderwerp. Want
altijd onderwerp in de nominatief. Dus autos, omdat het conjugeert, moet je hier vertalen met zelf. Maar zelf is hij zoos. Denk aan de zoo, waar al een levende haven staat. Is hij levend? Kaitaga en weldra zal hij naar huis terugkeren. Zal hij terugkeren. En dus Karestin, want hij is dichtbij. En dat weten wij natuurlijk als toeschouwers en als lezers, maar des te beter. En hij zelf natuurlijk ook. Hij staat natuurlijk pal voor haar, zonder dat zij het weet. Hij is dichtbij. Kai hamaferei. En tegelijkertijd draagt hij, brengt hij, ktermata pola kai esla, vele en edele geschenken. Penelope, auton, pros eipen. Auton congrueert hier niet. We staan met hem, pros eipen van pros lego, Aoristus. Penelope sprak hem toe. Vreemdeling, mala elpizo. Ik hoop heel erg. Tutor to herdus epos, actief enkelvoud onzijdig. Herdu, van herdus, aangenaam. Ik hoop heel erg dat dat aangename woord in vervulling zal gaan. Dus een van die futuren hoef je niet te leren, hoef je niet te benoemen. Maar wel dat een, moet je weten dat het een ACI is. Ik hoop heel erg dat dat aangename verhaal in vervulling zal gaan. Maar, ojomai, ik ben van mening, ik denk dat Odysseus, Eleusester, zal komen niet meer naar huis. Dus dat denkt zij. En iedereen weet natuurlijk beter, want iedereen weet dat Odysseus daarvoor haar staat. Een hele dramatische ironie. Toeschouwer weet meer dan het personage. Penelope weet niks. En wij weten alles. Gezegend als wij zijn.